Ben jij al geabonneerd op mijn tweede kanaal? Er staat een linkje in de beschrijving. Yo, Vaco Gamers, Lars hier. Welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Spoor, hier op Vaco Games. En jongens, knal meteen eventjes een like op deze video, want wij hebben namelijk vandaag een hele belangrijke intergalactische ruimtemissie voor de bakkers. We moeten namelijk gaan proberen om de Gouden Lama terug te halen van de planeet Bruinma. En persoonlijk vind ik de planeet Bruinma echt zo'n naam hebben alsof die uit Friesland komt, weet je wel. Misschien is die planeet ontdekt door iemand uit Friesland, je weet het niet. Het zou zomaar kunnen. De Gouden Lama. Waar is dat ding? Missie. De planeet Bruinma. Is die hier? Dit is het sterrenstelsel Tijn. Dat is Orbaka. Laten we daar maar eens even kijken. De planeet Orbaka in het sterrenstelsel Tijn. Nee, daar wonen de Zekidininiki. We gaan helemaal verkeerd. We zijn verdwaald. Mijn intergalactische TomTom doet het niet. Waar moet ik heen? Waar is dat überhaupt? Daar is Chorus, daar zijn de voetmanda's. Heb ik daar een handel mee? Met de voetmanda's? Is die hier? Daar is de planeet Janna. Daar is een kolonie. Waar de neuk is die freaking planeet? Misschien is die daar. Odiel. De planeet Bruinma. Dat staat er ook echt gewoon niet bij. Like, what the hell? De planeet Bruinma. Maar TomTom doet het niet. Ik kan trouwens er sowieso niet eens komen. Veel te ver. Hoe moet ik dan daar komen? Via deze sterren? Dat is Letty. Hier wonen de Wierwinken. Daar zijn we ook nog niet geweest bij de Wierwinken. Maar dat is zo te zien ook geen galactisch rijk. Het zijn alleen maar gasten die nu nog een beetje ronddurpen op de grond. Wat is hier? Dat is wel een radiosignaal. Dat kan, hè. Dat ze natuurlijk wel radio hebben uitgevonden. Maar dat ze nog niet weten hoe ze door de ruimte moeten reizen. Een beetje zoals wij in Nederland ook hebben. Er worden geen voorwerpen op deze planeet gedetecteerd. Er klopt hier iets niet. Er klopt hier iets niet. Het is een hinderlaag. De piraten bood zijn signaal na om je in de val te lokken. Bereid je voor op een gevecht. For real? Rot op, hé. Laat me met rust. Irritant rotpiraten, sterf. Dat is één. Freaking ruimtepiraten. Laat dat! Het doelwit is binnen bereik. Ja, dat zie ik. Even normaal. Oh, deze planeet is link. Ik denk dat we hem smeren. Bekijk het eventjes. Het gaat erom weer ook. Een gruwelijk hekel erom weer. Jongens, van die planeet weg. Freaking piraten. Of ze even iemand anders lastig willen gaan vallen. Laat me liever vertellen waar de planeet Bruinma is. Orbea, misschien hier. Makko, hier is de planeet Bruinma. Yes, got it. Oké, waar is het ding? Je acties hebben goedkeuring binnen dit rijk opgeleverd. Open je communicatievenster en gebruik je diplomatieke vaardigheden. Heb ik diplomatieke vaardigheden? Om een voorstel voor een bondgenootschap te doen. Oké. Bondgenootschap. Bevelhebber wordt alleen geëvenaard in verschijning door de stralende zon. Welkom! Het spijt ons dat ons warenhuis niet past bij jouw pracht. Maar we hopen dat je toch een kijkje neemt. Oké, wat heb je voor iets? Heb je handel? Wat is dit? Laat de energie van je ruimteschip gedeeltelijk op. Dat is $5000. Al zijn ze op zich... Deze gasten hebben tot nu toe elke keer koopjes voor me. Hier is Bruinma trouwens. Hier moeten we zijn. Want mijn eigen volk, dat zijn echt een stelletje afzetters bij elkaar. De verdoemde ruïne. Gebruik je verstand om door de oude ruïne te navigeren en zorg dat je de Gouden Lama in je bezit krijgt. Als je deze hebt, keer dan terug naar het extractiepunt. Pas op, velen zijn binnengegaan, maar niemand is teruggekomen. Oeh, yeah. Ja, jij kan dat wel, hè. De verdoemde ruïne. Geen idee wat ze daar nou weer mee bedoelen. Moeten we dan een soort puzzel oplossen of zo? Ik ben echt totaal niet goed in puzzels namelijk. Ik kan niet puzzelen. Ik heb al moeite met een kruiswoordpuzzel. Kijk hem stoer doen. Kapitein Bernards. Of nee, misdadiger kapitein Bernards. Zo heet die gozer. Yo, dude, hou je rechterarmpjes eventjes naar beneden. Je bent naar de ruïne van Zarazara gestraald. Volgens de legende is in de ruïne een lama van puur goud verborgen. Zoek dat beeld en keer heel huis terug naar het extractiepunt. Oké. Je weet dat de Gouden Lama hier ergens is, dus begin maar met zoeken.
zoeken, de gouden lama. We moeten trouwens ook blauwe edelstenen zoeken. 25 moeten we er daarvan vinden. Oh, nee, wobbel, wobbel. Gewoon recht naar beneden. Recht naar beneden, wobbel. Lieve wobbel, wobbel. Als we klikken, dan doet hij het natuurlijk al, hè. Er zitten spinnen. Rot op. Doe iets. Tombespin. Hebben we geen wapens of zo? De tombespin kilt me. Ik ga gewoon die blauwe diamanten pakken. Ik ga gewoon deze. Deze ga ik gewoon negeren. Ik ga die beesten gewoon negeren. Ik ga gewoon voor ze wegrennen. Dat werkt altijd. Heb ik geen guns? Ik moet blijkbaar eerst een wapen hebben. Oh, daar kunnen we healen. Wat zijn die gasten link, man? Of ze even normaal kunnen doen. Maar hoe kom ik hier dan in? Waar zijn die tombe dingen dan? Daar is de ingang zo te zien. Oké, zij hebben ruzie met elkaar. Dat is mooi. Dan kan ik snel die deuren doen. Het oppervlakte zit in vol inkepingen. Volgens mij passen de edelstenen erin. Moet ik eerst al die edelstenen vinden? Ja, dag. Dikke vinger, 3 bier. Eerst alle edelstenen zoeken. Oké. Wat is dit voor raar mooi ding? Oké, achteruit, wobbel, wobbel. Achteruit in parkeren en door. Oh, er ligt er ook nog eentje. Haha. Zie je wel, als je goed kijkt, dan vind je allemaal dingen waarvan je helemaal niet wist dat het was. Kijk hoeveel! Oké, ik heb er 25. En we zijn geheeld. Gebruik de edelstenen om de oude poort te openen. Kom op, door die poort open. Ik word achtervolgd door een irritante spinnenbeest. De edelstenen fungeren als sleutels en passen in de inkepingen. Tijd om uit te vinden wat er zich aan de andere kant bevindt. Ik hoop iets zonder... Oh shit, grotere spinnen! No! Dit gebied ziet er heel gevaarlijk uit. Ja, dat ziet er zeker gevaarlijk uit. Met gevaarlijke beesten, man. Even normaal, moeten we weer al die beesten aan die edelstenen gaan verzamelen. Hadden we de edelstenen van daarnet niet mee kunnen nemen? Oké, hij gaat die kant op. Dan pik ik snel zijn edelstenen in. Sta met je hoofd tegen de muur. Levensgevaarlijk, het beest. We moeten er nog 10. 10 edelstenen. Dan kunnen we de volgende deur openen. Daar zijn er sowieso al 5. Daar liggen er ook nog 4. Maar waar is die laatste dan? Hij gooit alle edelstenen door de war. Er is er nog ergens eentje. Oh, dit is zeer kut. Daar is die. Rot op, bescherm mij. Tamboureer zwijn. Got it. Snel door, snel door, snel door. Oh, nee, niet erboven. Oh shit, kijk hoe sterk die is. Doe de deur open. Er staat een inscriptie. Het lijkt wel een waarschuwing. Het is moeilijk te ontcijferen. De hoeder houdt iedereen in de gaten. Het zal de heilige kip wel zijn. Er is geen tijd om bang te zijn. Ga door met verkennen en zoek die gouden lama. Er zit een spinnen achter me aan. Dat is pas freaking eng. Zoek de deur naar de tempel. Oh, please, 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 please. Ik wil niet dood, ik wil niet dood, ik wil niet dood, ik wil niet overnieuw beginnen. Daar is heel. Heel, 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 heel. Dank u. Oké, we zijn weer gezond. Voor zover staat het gaat. Kom op. Wobbel, wobbel. Nee, 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 nee. Ik loop onder de grond. Come on. Dat heel ding is weer terug, maar ik heb geen tijd om te wachten. Oké, achteruit. Draai, draai, draai. Eroverheen. We moeten een heel ding zien te vinden. En snel ook. Mijn wobby bobby is bijna dood. Dat is niet wat ik hoopte. Hij hield zichzelf ook echt niet. 20, 21. Oké, we hebben er 25 te pakken. Look what we found. De schat is van jou. Pak hem gauw. De gouden lama. Uh-oh. Maak dat je wegkomt. Oké, ik smeer hem. Ga naar het extractiepunt. Ik smeer hem. La. Kom wegwezen. Nee. Oké, hielpunt. Haal het, please. Dank u. Irritante rotspin, smeer hem. Dat was de brug. Ga terug naar het extractiepunt om op te stralen. We moeten naar onze planeet. Oh, help hij weer. Rot op, echt. Laat me met rust. Ik wil helemaal niks met jullie te maken hebben. Ik kwam alleen maar jullie schatten stelen. Mag dat ook? En ik ben kijken hoe groot die is.
Healen, come on, snel. Waar is het extractiepunt? Daar. No van Eveltor, 3 spinnen. Andere kant, linksom. Daar kunnen we stralen. Naar boven. Kom op, terug naar ons schip. Beam naar boven. Ik denk dat het gelukt is. Ja, smeer om de maar. Er is een grote spin achter je, vriend. Beam nou naar boven. Goed zo, beamen. Ah, nice. Goed gedaan. Je hebt de gouden lama te pakken gekregen. Weer een trofee om toe te voegen aan je collectie kostbare artefacten. Missie voltooid. Je punten. Tadaa, klaar. We moeten echt een wapen zien te vinden, jongens. Breng verslag uit aan de planeet Zeginiki. Zeginiki, waar zijn jullie? Waar is Zeginiki? Zeginiki, het is gelukt hoor. Breng verslag uit. Yes, eindelijk is de gouden lama van mij. Hij zal prachtig staan bij mijn verzameling gouden spullen. Misschien past hij beter met mijn verzameling lama's. Ligt een klein beetje aan wat jij wil natuurlijk, hè. Bedankt, kapitein misdadiger Bernards, dat je je leven hebt gewaagd voor 30.000 spoordollars. Ja, dat was natuurlijk eigenlijk absoluut niet waard. Als ik nog eens een keer hulp nodig heb bij het vinden van een kostbaar artefact, dan weet ik je te vinden. Oké, graag gedaan. Doei! 30.000 gratis dollar. Dat zou toch heel fijn zijn als we dan ook nu kunnen proberen om een bondgenootschap te hebben. Met dit bondgenootschap kunnen we vreugde in het melkwegstelsel brengen. We accepteren je aanbod. Oké, ik heb er zin in. Dit wordt episch. Got it! We zijn vriendjes. Je hebt de badge Diplomaat 1 verdiend. Nice. En nu is de zandsoedemieter terug naar huis. Want mijn ruimteschip is bijna dood. Go fix mijn ruimteschip. En ik moet echt een wapen zien te vinden. I need een wapen. Ze hebben echt nul specerijen. Wat doen die gasten hier? In Wobbelwobbelland. Kom op. We gaan iets bespreken. Repareren en opladen. Heeft u nog een missie? Even kijken. Ik wil graag contact maken met andere rassen. Dat is zeker wat ik wil. Contact maken. Het zou fijn zijn om nieuwe bondgenoten te maken. Oké, ik doe mijn best. We krijgen een $10.000 vergoeding. Oké, go. En nu? Keer terug naar de thuiswereld. Daar zijn we toch net? Dit is toch Pieter Jan Corneel, of niet? Dan zijn we gewoon weer thuis. Krijgen we dan weer $10.000. Nu we een vriend hebben, zullen we nooit meer alleen staan. We hebben gemerkt dat onze nieuwe bondgenoot toegang heeft tot machtige technologieën. Dit hele bondgenootschapsgedoe ziet er steeds beter uit. Oh, en vergeet niet om ze af en toe te helpen. Dan worden we beloond. Oké, doei. $14.000. Ze zijn wel super aardig voor me. Maar jongens, waar ga ik wapens vandaan halen? Wat is handig? En bovendien ook, waar ga ik mijn specerijen vandaan halen? Want ik vlieg nu al een tijdje rond, maar ik heb echt nog nul specerijen gevonden volgens mij. Het lijkt wel alsof hij helemaal geen specerijen verzamelt voor me. Oh, deze wel. Ayora wel. Oké. Het kost gewoon tijd. Ik ben ongeduldig. Dat is wat het is. Dit zijn mijn bondgenoten. We vliegen nu een bondgenootschapruimte. Nice. Wat hebben we hier dan? Hier is de kolonie Bruinma. Maar daar zijn we toch al geweest? We zijn toch al in Bruinma geweest? Deze is niet opgeëist. Wat moeten we daar dan doen? De kapitein heeft al punten gehaald. Ja, dat snap ik. Dus je hoeft het niet nog een keer te doen. Oh, omdat er een vlaggetje staat, is dat een missie. Oh, oké. Hey, maar Faku Gamers, dan denk ik dat we de volgende keer gaan kijken of dat we bij Zeginiki nog een nieuwe missie kunnen krijgen. Want die gasten zijn super aardig. Hopelijk willen ze misschien ook wel mijn spullen kopen. Want ik heb best wel veel van dit. 4 rode specerijen. Misschien dat ze het hebben willen. Alleen hebben ze natuurlijk wel echt een gigantisch lage prijs. We moeten eens eventjes kijken wat we ermee gaan doen. Maar hopelijk zie ik jullie natuurlijk gewoon morgen weer terug bij de volgende aflevering van Spoor hier op Faku Games. En dan zal je zien dat we een gloednieuwe missie gaan krijgen in ons intergalactische avontuur. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En jongens, tot morgen. Mazzel!